je hebt de finish gehaald, 105 kilometer op een mountainbike. Dat is toch iets anders dan Parijs-Roubaix. Ja, ik heb Parijs-Roubaix ook nog nooit gereden, maar het is wel pittig, ja. Is het wel goed bevallen zo tussen al die mountainbike-klappers? Ja, ik moet zeggen, die mannen gaan wel erg als een speer naar beneden. Dus ik moest naar elke afdaling een gaatje dichtrijden. En dan ging één ronde, dan ging twee ronden en de derde ronde. Toen moest ik denk ik kilometer of 15 voor het eind, was het helemaal op. Ja, ik zag jou de tweede ronde, zag ik jou bij de afdaling toch een stukje voor de groep uitrijden. Ik denk, oh, die is vertrokken voor een goeie. Ja, ik was op het vlak, op de weg was ik, ben ik van achteruit gesprongen en pakte ik een klein gaatje. Maar die jongens kwamen ook alweer snel terug en die zijn de klasse beter. Je hebt in ieder geval geroken aan het marathonavontuur. Ik zou bijna zeggen veel succes voor komende woensdag. Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen.